Hallo, het is vandaag donderdag en we zijn net met Olivier, Melissa en Ruben naar Ascona gereden met de auto. En ik ben even naar de Koop geweest, ik heb even yoghurt gehaald en fruit. Ik ben nog even aan het ontbijten, maar volgens mij is het al middag. En het is hier weer super mooi. We zijn net met z'n tweetjes, maar misschien gaan we straks ergens, tenminste ik wil heel graag ergens wat lunchen, dus even kijken of zij dat ook willen. Het is allemaal niet heel boeiend, maar het is wel echt heel chill hier. Weer langs het water. Allemaal super, wel heel knus vind ik het hier. Het is hier iets romantischer dan bij ons. We hebben door het stadje gelopen. Ik film trouwens echt super weinig, maar ja. Dat is nou helemaal zo. En toen zijn we een stukje verder gereden. Ik denk in totaal 20 minuten. En toen waren we ineens in Italië. En we zijn nu weer op een hele mooie plek, weer aan het water. Want we gingen naar een ander plaatje, maar dat was dus niet aan het water. Dus toen reden we verder en toen waren we ineens in Italië. En ik ben gewoon benieuwd of het hier nou heel anders is. In ieder geval heel veel mooie plekjes, dus we gaan hier lekker wandelen met z'n vieren. We zijn gesplitst, nu zijn we in de kerk. We kwamen dus een supermarkt tegen, dus ik was heel gelukkig. Die hoeft niet. Jawel, die moet er ook bij. Achter, ja. En uiteindelijk hebben we gekeken voor pas op dat ze niet pletten, hè. Voor mijn ouders hebben we gekeken voor een heel mooi pakketje. En we zijn er zo gelukkig mee, kijk. Hele mooie olijfolie. Twee soorten van die kruiden waar je 12 porties pasta mee kan maken. Een hele mooie zak gekleurde pasta. Heel mooi van die lange ribbelstokken. En hele lekkere pistache ambachtelijke koekjes. En we hadden ook nog dit, maar dit past er niet meer in. En ik eet nu dit. Papa had het laatst door de salade. Ik weet niet wat het is, maar het is zo lekker. Een soort bonen. Hele lekkere snack. Lekkerder dan popcorn. Heb je dit ooit gezien? Wow. Niet normaal. Mijn ouders zouden hier echt wel iets vinden wat ze willen hebben. Hallo. Moet ik zitten? Maar wat we nu doen is... Nou, we zitten nu in een barsport. Met z'n tweeën. Met z'n tweeën. En we gaan lekker eten en drinken. We gaan eerst een bruschetta nemen en dan een zeevruchten mix. En daarna gaan we onze hoofdrug bestellen. Ik ga naar het circus. Doei. Nee, ik ga naar het circus. Het is een circus. Oh. Van een garnierschaal. Dit is die ene uit de vriezer, duidelijk. Seafood. In net zo lekker hoor. Echt waar? Ja. Pizza. Pasta. Weer met zeevruchten? Nee, gelukkig niet. Alleen mosselen. Ja. En zeebaars. Of zo. Zeebaars? Waar zijn zeebaars? Jongens, we moeten nog even vloggen. Ruben, we moeten nog even vloggen bij het water. Nou, laat maar. Hallo. Vandaag de laatste dag. De mensen kwamen. Het is vandaag de laatste dag. We zijn aan het wandelen. En ik ben heel moe. Oh. Net een poepvlieg, maar dan anders. Het is wel een lief beestje. Kijken. Het zijn allemaal eitjes. Gadverbaar. Onderop. Dus laat hem maar weer snel vrij. Hij wil bij jou blijven. Ga mee. Echt een mooie, hè? Heb je eitjes aan je hand? Er is hier een helikopter de hele tijd. Die is een huis aan het bouwen. Stenen. Kom, ga lopen, dan kan ik zo en dan kan ik aan jouw uitgang shoppen. Maar niet te snel lopen. Ik wil geen. We hadden niet eens door dat we in het centrum waren, maar we zijn. Dit is ons doel. Monti di Caratoi, 1000 meter. Hier had mama dus het over van. Gaan jullie naar de 1000 meter? Oh, la vostra position, dat is waar we zijn. Ja. Oh, zullen we het uitknippen? Nee. Hallo. Kijk, heel boos. We zijn verdwaald. Ruben wilde van het pad af en nu zijn we verdwaald. We zijn verdwaald. Heel groot. Waarom zijn we verdwaald? Omdat ik van het pad af ging. Waarom ging je van het pad af? Weet ik niet. Ik weet het eigenlijk ook, maar ik mag het niet zeggen. Niet doen. Dat is zonde. Nou, dan moet je blijven hier zitten en overwinteren. Hoe gaat ze dit doen? Even ontbijt maken voor hem en lunch. En ik heb een papaya. Kijk, sommige mensen kennen dit volgens mij niet.
laat weg. Doei. We zien elkaar nu 5 dagen niet. Ja. 5. Doei. Doei. We zijn nu al 3 weken gewoond. Ja, dat maakt niet uit. Mama rijdt weer. Lunchtijd. We hebben ijsbergsla, oliven, tomaten, sinolelli of zo, hoe heet het? Komkommer? Komkommer. En een little bit, een beetje avocado. Oké, Eline. Ik was aan Eline aan het voorlezen in 3 talen wat er allemaal in het lekkere brood zit. En nu wil ze dat ik het op YouTube ook doe. Oké, en hoeveel calorieën zit in 1 bolletje? 163. Keer hoeveel 10. Eet jij er op een dag? 10 keer 10. 15 of zo. Oké, nou, nog een keer. Eine feine Wurst, dazu unser Tipp für Sie. Laugengebäck mit fein salzigen Kruste passt besonders gut zu feiner Charcuterie. Etwa zu Salami oder zu einem rustikalen Wurstsalat. Nu in het Frans. Parfait pour la charcuterie. Notre conseil. Conseil? Conseil. Avec une croûte légèrement salée, le pain de sel accompagne à merveille la charcuterie comme le salami ou la salade de cervelat. Ok, hier moet je zo worden. L'accompagnamento ideale per salumi. Il nostro consiglio, questo pane dalla crosta delicatamente salata si accompagna a perfezione con salumi e essa bio salam au pur con una bella insalata di salsiccia. Goed? Mooi brood hoor. Nu wat erin zit. In welke taal wil je horen wat erin zit? Frans. Oké. Farine de blé blanc. Pain de froment clair à la saumure. Ofenfrisch verzifert aus einem tiefgekühlten Produkt fertig gebakken. Mooi gezellig. Hallo. De zwerver is er weer. Ik zie er weer lekker schoon uit. Het is nu dus maandag. Gisteravond thuis gekomen rond 8 uur denk ik, 8:30. Oh, ik zie er een beetje vies uit. Het is echt, nou, sindsdien ben ik alleen maar aan het werk. Kijk. Ja, Ruud en ik zal het even zeggen. Spoiler alert. Ruud en ik willen weer gaan samenwonen. Het is al heel lang over te denken en nu is het eigenlijk bijna zeker. Maar het is hier gewoon best wel klein. Dus ik kom hier aan met 1000 tassen. Maar we moeten sowieso alle kasten gaan opruimen. Weggooien. Schoonmaken. Opnieuw indelen. Om dus nieuwe ruimte te creëren. En nou ja, dat vertel ik allemaal nog wel in andere video's of zo. Maar daar ben ik nu dus mee bezig. Hij komt helaas pas woensdagavond. Dat is echt nog 3 dagen. Ik heb echt hulp nodig. Want het is echt heel veel in je eentje. Ik moet ook zoveel naar de berging brengen. En ik heb niet eens eten in huis. Ik heb gisteravond eventjes pasta met tomatensaus gegeten. Nou ja, eigenlijk gewoon een zak Bertolli saus. En een heel klein beetje pasta erbij. Maar ik heb nu ook geen ontbijt. En ik wil eigenlijk even lekker make-uploos blijven. En dan kan ik even hard aan de slag. Ik heb hier allemaal voorraadkastspullen. Ik heb nu dit kastje gedaan. Alle kruiden opnieuw. En al die theedoosjes irriteren me. Dus dat moet ik eigenlijk in een doos doen. En in mijn huis staat nog zoveel. En het is nu al vol. En ik weet niet wat ik moet doen. Dus dat is een beetje een gedoe. Ja. Wat wil ik dan nog meer zeggen? Oh ja, ik ben echt maar 0,5 kilo zo aangekomen. Na zwapkuur. Dus... dat is heel erg fijn. Als je gewoon sowieso meer van mij wil kunnen volgen, volg me even op Instagram. Snapchat ben ik nu even niet actief omdat ik echt een rottelefoon heb, maar dat komt alweer. Maar op Instagram plaats ik echt heel veel en ook recent. Dus foto's die ik op Instagram plaats zijn vaak ook echt van die dag of misschien de dag ervoor omdat ik de foto's nog moest inladen. Maar dat is echt heel recent. Dus dat is wel leuk. Dan zie je die foto's en dan zie je 1 of 2 weken later dat weer terug in een vlog of zo. Dus als je dat leuk vindt, kun je me daar volgen. Ik ga nu gewoon de vlog afsluiten. Sorry dat ik weer zo'n zwerverlook lelijk afsluit. Maar het is het einde van de vakantievlogs. Ik wil weer gaan weekvloggen, maar ja, volgende week begint school weer trouwens. Volgende week, woensdag moet ik alweer naar stage en vrijdag. Maar ja,
verhuisvlogs komen er dan nu misschien aan. Ik weet niet. Ik ga gewoon proberen te week vloggen. Dus ik zie jullie vast snel weer. En sowieso gewoon weer in een zondag video. Ik wil wel meer gaan vloggen. Want ik merk dat jullie het leuk vinden. Ook al is het niet heel boeiend of zo. Jullie vinden het gewoon leuk om op de hoogte te blijven. Heel veel in ieder geval. Dus dat ga ik zelf proberen te doen. Heel erg bedankt voor het kijken naar de Sapke vlogs. Naar de Zwitserland vlogs. Naar mijn video's. En ja, hopelijk tot snel. Doei!